Sander, komt de grootste klap als je naar de ranglijst kijkt en beseft dat de concurrentie gewonnen heeft vandaag? Ja, nou ja, kijk, je weet van tevoren dat je tegen Ajax moet en dat scenario erin zat. Het moest allemaal een beetje tegen elkaar, dus je wist dat dat kon gebeuren. Dus, nou ja, het is meer de teleurstelling van de wedstrijd dat je 2-0 verliest in eerste instantie dan dat. Maar misschien is het dan wat dubbel zo teleurstellend als je in de kleedkamer komt en je wordt uitslagen. Waar zit de teleurstelling over de wedstrijd hem in? Agressie, felheid? Ja, kijk, daar begint iedereen over. Maar ik had dat gevoel, in de wedstrijd heb je dat gevoel helemaal niet. Hey, je weet dat Ajax goed positiespel speelt en dat zij er goed doorheen kunnen voetballen. En dan kun je af en toe ook geen duels maken. Omdat zij net dat metertje nodig hebben om goed te kunnen spelen. En weer spelen en doorbewegen. Dus daarom kom je niet in duels. Dus misschien lijkt het daardoor dat je niet dat je geen duels hebt gespeeld. Maar ik denk dat iedereen heel graag wilde. Iedereen had er vertrouwen in. Maar als je zo snel 2-0 achterkomt, dan weet je dat het tegen Ajax bijna onmogelijke opgave wordt. Wat was er dan het verschil met Feyenoord PSV die hier wel snel wilden? Ja, ik denk toch dat wat ik net al zei met het positiespel te maken heeft. Zij hebben toch net niet die beweging en dat positiespel wat Ajax wel heeft. En daar kunnen wij meer in de duels komen en ik denk dat de doorslag heeft gegeven in die wedstrijden. Wat je net zegt, dan kom je de kleedkamer in, hoor je de uitslagen. Is de na-competitie na vanavond reëler dan ooit? Nou ja, het is wel een hele reële kans dat het na-competitie wordt natuurlijk. Maar goed, we moeten ook nog steeds naar beneden kijken. We kunnen als we weer punten pakken ook weer omhoog kijken. Dus het kan nog steeds twee kanten op. En het is moeilijk te zeggen in deze competitie. Dat is vanavond maar weer gebleken. En wie weet kunnen we zondag voor een verrassing zorgen. Het is een maffe week al met al, hè? Zondag die euforie, dan dit weer. En op naar zondag de volgende topper. Ja, het is een beetje een rare week. Maar het zou helemaal van de gekken zijn of ze vandaag even gerekend hadden op 3 punten. En dat dat even zomaar zou gaan gebeuren. Daar zijn we natuurlijk niet van uitgegaan. Dus wat dat betreft is het niet echt een maffe week natuurlijk. Maar we gaan zondag weer gewoon volop voor de punten. En hopen dat we dan wat beter voor de dag komen. Thank you.